Het is echt belachelijk namelijk, hè? Hij heeft in 2024 waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd gekiept. Het is nu 2026. Ja, jij wilde aftrappen met de Super League. Wat wil je daarover kwijt, jongen? Nou, kijk. Iedereen die dit gaat kijken, denkt natuurlijk... Oké, Tim en Snijboon voorspellen de voetballerij. Mm-hmm. De bom is ontploft in de voetballerij deze week. Namelijk de Super League lijkt er te komen. En wat doen Tim en Snijboon? Je ziet het al in de titel. Die doen iets over de keeper van FC Twente. Wat een geluk. Het is een statement, hè? Ik hoor wat ze denken, mensen. Het is een statement. Ja. Ja, zelfs FM kan dit niet voorspellen. Maar laten we wel beloven dat we volgende week Super League doen. Hè? We kunnen toch die 12 clubs in de competitie zetten en dan kijken wat er gebeurt? Nou, dat kunnen we wel doen. Daarom. Oké. Volgende week komt de Super League. 1-0 voor mij. Ja, 1-0 voor jou. Tegenwoordig noemen we het ook niet meer FM voorspellen, we noemen het Tim en Snijboom voorspellen. Ja, we vonden het... te niche. Ons ego wordt te groot, we willen onze naam in de titel. Ja, we verwachten nu echt dat de kijkers even door het dak gaan. Hè? Ja. Het staat 1-0 voor jou, omdat jij goed voorspelde waar Moïa Taren eindigde. Nou, beter voorspelde. Beter. Nou ja, bijna perfect. Ja, ik vond mezelf niet slecht. Deze week mag je mag nu laten zien dat je geen eenheidsvlieg bent. Nee. Want we focussen ons op de belangrijkste transfer van de afgelopen weken binnen de Eredivisie. De transfer van Joel Drommel van Twente naar PSV. Ja. Ik vind het wel mooi dat hij zegt dan in interviews, dit is de club van Nederland. Maar jij en ik weten allebei dat hij voor Ajax was. Ongelooflijk voor Ajax was. Ja. Maar op dit moment is dit voor hem de club van Nederland. Ja. Ja, zeker. Totdat er weer iets van. Je moet trouwens beter in de microfoon praten. Hè? Vorige keer heb je gehoord, hè? Mensen boos. Sorry. Ja, heel goed. Ik denk dat het de perfecte stap is. Oh ja? Ja. Want ze lopen een beetje te kutten. En Vogo is niet super. Oenerstaal is al weg. De weg ligt echt open voor een Nederlandse keeper van 23. Ja, nou ja, ik ben het eigenlijk al met je eens. Ik vind het echt een hele leuke aankoop. Hij zal het eerste jaar misschien nog niet punten gaan pakken. Mm-hmm. Maar hij wordt wel echt goed. Ja, hij echt goed wordt. Ja. Ik wil graag van jou weten, de beste club waar hij heeft gespeeld. Dus we hebben twee games. Eentje dat hij bij Twente blijft en eentje dat hij naar PSV gaat. Ja. En jij wil van mij weten, de beste club waar hij speelt. Ja. Oké. Okay. Ik denk Everton. Oké. Okay. Ik denk... de beste club... Nou ja, kijk, ik vind Mönchengladbach beter dan PSV. Ik ook. Omdat het in Duitsland ook is. Mm-hmm. En omdat ze momenteel gewoon goed spelen. Dus ik denk Borussia Mönchengladbach. Oké. Okay. En hoe kunnen zij iets winnen? Ik heb daar al gedacht op de fiets hierheen. Mm-hmm. Als Joel Drommel een interland speelt in een van de twee games... Oké. Okay. Nou, heel leuk. Dan geven wij weg... Een van jouw boeken. Over één interland. Ja. Dat vind ik heel leuk bedacht. Gladbach, Everton. Abonneren. Mag ik u welkom heten op 1 september 2026? Wat zie je er nog goed uit? Dankjewel. Maar Joel Drommel is hier begonnen. Ik vind het leuker maken, die wedstrijd tussen ons. En dat is spannend. Is het? Ja, maar er valt opeens iets te winnen. Ja, zeker. Ja. De winnaar krijgt ook een beker, hè? Oh ja? Ja. Dit is in de game dat hij met Twente is begonnen. Hij heeft nul in het land gespeeld, helaas. Oké. Okay. Maar hij is bij Ajax. Want hij is namelijk voor Ajax. Hij is wel goed, hè? Serieus. Hij is echt goed. Maar ik zag dus... Hij is reserve in geval van noten. Kijk, als ik terug ga naar het hoofdscherm, zag ik dat Ajax dus net de komst van Bijlo van PSV heeft afgerond. Holy shit, dit is een keepers inception, hè? Dit is echt een carousel. Joel Drommel, hij is echt wisselkeeper geworden. Joel Drommel heeft voor het geld gekozen. Nee, voor zijn club. Ja, dat is... Hij is gewoon voor Ajax. Joel Drommel, heeft hij voor zijn club gekozen? Heeft hij voor het geld gekozen? Het is echt een goede keeper. Ja, zeker. Voor Ajax is dit een wereldderde keeper, hè? Dat wel. Ja, want hij is... tweede keeper. Ja? Nee, derde misschien wel. Het is echt belachelijk namelijk, hè? Hij heeft in 2024 waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd gekiept. Het is nu 2026. Ja. Ja, hij eindigt bij een leuke club. Maar ik zou je niet voor tekenen. Nee, maar dat is hoort in de conclusies volgens mij. We kunnen even kijken of hij iets wint als derde keeper. Of tweede. Ja, hij wordt wel kampioen. Ja, hij wordt kampioen. 3 keer. Maar ja, wordt hij kampioen? Die jongens waar hij in de kleedkamer zit, die worden precies. Kampioen. Mensen die hij best wel goed kent zijn kampioen geworden. Hij heeft een nummer van mensen die kampioen zijn geworden. Hij staat op de foto met mensen die kampioen zijn geworden. Nou ja, ik ga naar de volgende game. Geen interlands. God, zou dan blijven met die boeken zitten. Kunnen we niet nog aanpassen? Kijk, kunnen als we hij 0 interland speelt. Oeh, kijk eens. Mm. Nou, Vitesse is wel een beetje het Borussia Mönchengladbach van de Eredivisie. Ja, Oké, maar hij gaat... De stap is... Oké, nee, dit is een conclusie al. Dat ga ik nog niet doen.
Hij gaat voor 3,5 miljoen naar PSV. Dat heb ik al voorspeld. Ja, hè? Ja, heel goed. Hij keept in totaal... Daar is hij ook gewoon reserve. 5, 8... Keept hij 11 wedstrijden. Ja. Vervolgens gaat hij naar Vitesse. Het is echt een beetje de Remco Pasveer-route. Op de bank bij PSV en dan naar Vitesse. En dan bij Vitesse doet hij het wel weer zo goed dat AZ hem oppikt. En we weten van AZ uit dit spel dat het echt een goede club is. Ja. Ook uit het echt, maar ook uit het spel. Mm-hmm. Dus hier... Ja. Nou, we zullen zien of hij gewonnen heeft, hè? Ja, doe maar. Ah, niks. Gewoon helemaal niks. Dus hij staat ook niet op de foto met mensen die kampioen zijn geworden? Nee. Het is weinig verheffend, Snijboon. Ik denk dat wij een slecht nieuws voor Joel Drommel hebben. Maar ik wil ook weten van jou... Mm-hmm. Of gaan we dat in de conclusie doen? Wie dan een punt krijgt? Ja, dat vechten we nu af. Ja. Want dat was vechten tot de dood. Dat hadden we vorige week afgesproken. Ja, maar dan ging ik wel winnen. Ja, dat wel. Dat hebben we ook afgesproken. Oké, voordat we naar onze stand gaan... Mm-hmm. Joel Drommel... het is te vroeg... Ja, dus eigenlijk hebben wij het ook verkeerd gezien. Want wij vonden PSV allebei wel een leuke stap. Of het is te vroeg, of de stap is te groot. Ja. Maar je kan bijna geen kleinere stap bedenken dan dit. Jawel. Binnen Nederland. Tuurlijk wel. Wat dan? Heerenveen. Ja, Joel Drommel gaat naar Heerenveen. Een klein stapje. Ja, nee, toch op. Dat jij geen zaak... Vitesse? Dus heel veel Vitesse? Redenen, maar goed dat jij Vitesse? Geen... Ja, maar dan kan het nog net over Twente blijven. Ja, een kleine stap. Dus het is wel mogelijk. Ja, Mino Raiola hoor. Nee, maar ja, Snijboon, ik weet het niet. Geen interlands in beide games niet. Wat voor hem slecht nieuws is en voor de kijker. Want dat betekent geen prijzen. Alle ballen op Bijlo is het dan, hè? Ja, dat was ook raar. Dus Ajax haalt Bijlo en heeft Drommel als een soort tweede, derde keeper. Ja. Maar hij is dus niet zo goed als we dachten. Nee. En bij Ajax komt hij niet weg. Omdat hij in een gouden kooi zit. Ja, en dat vindt hij prima, want hij is fan, hè? Hij is fan. Gewoon... Ja, maar bij PSV denkt hij op de deur. Ja, oh, dat hebben we zo leuk in PSV ook weer niet. Ja, precies. Maar Ajax denkt hij... Vroeger moest ik betalen voor een seizoenkaart, dacht hij. En nu zit hij gewoon op rij 1. Ja, op de foto komen mensen die kampioen worden. Dat is voor hem echt top. Elke training is op de foto. Gewoon teamgenoten en zo. Dus, Joel Drommel, goede keus. Maar je bent niet zo goed. Nee. Dat is de conclusie. Kijk, ik kom dit punt even ophijzen. Waarom? Ik wil wel argumenten. AZ ligt dichter bij Mönchengladbach dan bij Everton. Qua hoe de club gerund wordt. Ja, zij gewoon... Qua structuur. Je krijgt hem. Uh-huh. Maar ik onthoud dit. Maar ik onthoud dit. En waarschijnlijk als er een voetbalgod is, komt hij je ooit een keer halen. Ik herinner je alleen nog maar aan vorige week dat het gewoon goede, leuke voorspelling van mij was. Maar geef dan even een argument. We zitten er allebei gewoon vangver naast. Nee. Ik zit wel het dichtstbij. Ja. 1-1! Ja, ja. Helaas met niemand jouw boek. Nee, dat is prima voor ze toch. Ja. Oké, Snijboon. Nou, gefeliciteerd. Zeer schoorvoetend neem ik mijn verlies, wat gewoon een gelijkspel was. Ik vind dit ook een Pyrrhus-overwinning. Ja, nee, oké. Ja. Maar de regels zijn afgesproken, er moet altijd iemand winnen. Ja. Volgende week komt dat zien. Super League. Dan weten jullie vast hoe het loopt. En voor de rest is abonneren nog steeds gratis. Het schijnt zelfs dat als je abonneert, dat de kans met 6% wordt verhoogd dat je in de week erop een brief van 5 op straat vindt. Ja? Serieus. Dus doe dat. Wat doe ik nu? Like dit filmpje. En we zien jullie volgende week. Dag jongens en meisjes, dag. Ja, ik begon het gesprek met: hey, jij daar met je dikke Jopen. Heb je al een YouTube-abonnement voor de derde helft? Nou ja, het geeft last van zijn mond. Daar hield ik wel van. Nou, volgens mij vond ze dat wel leuk, ja. Ik weet zelf ook dat ik dikke tieten heb, ja.